Personen die voor een uitje de diverse vakantieoorden bezoeken, moeten ten alle tijde rekening houden met de geldende COVID-preventieprotocollen. Dit haalde Astrasia Warner, milieudeskundige, gisteren aan in het COVID-19-journaal van de overheid. De orden mogen maar een bepaald aantal personen per dag accommoderen. Daarom adviseert Warner een ieder om vooraf te reserveren. Indien personen dat niet doen, kunnen zij ook niet geaccommodeerd worden op de orden, zegt Warner. Het is ook niet aangeraden dat mensen langs de straat parkeren om te zwemmen in de omliggende kreken. Dat is uiteraard ook verboden, zegt de milieudeskundige. U dient gebruik te maken van de legaal toegestane locaties en daarvoor dus vooraf uw reservering te doen. Ten tweede, houdt u rekening met alle instructies die er gegeven worden door de recreatieoordhouder. Dat wil zeggen dat als van u wordt gevraagd om een mond- en neusbedekking op te doen, dat u dat ook doet. Gaat u niet mixen met andere groepen. Wat we zien is dat mensen vaak genoeg komen op een locatie. We zijn allemaal mens. Je hebt elkaar misschien lang niet gezien. Maar hou die afstand. Ga geen overmatig alcohol gebruiken op de orde, want dat is ook niet toegestaan. En zorg ervoor dat u geen contactsporten gaat uitoefenen op de recreatieorde. De manager is daarvoor verantwoordelijk, maar ook u als bezoeker hebt een verantwoordelijkheid. Warner haalde verder aan dat verschillende overheidsdiensten diverse vakantieorden hebben gecontroleerd op naleving van de protocollen. Volgens deze diensten hebben de meeste orden de preventiemaatregelen toegepast. Het afgelopen weekend heeft een delegatie van de bestuursdienst, het BOG, afdeling Milieuinspectie, de brandweer, bijgestaan door de politie en de militairen, die hebben dus een reeks van inspecties, die hebben een aantal inspecties uitgevoerd op de recreatieorde. In totaal zijn er iets meer dan 20 recreatieorden bezocht in het afgelopen weekend. En wat we hebben gezien is dat de meeste recreatieorden die we hebben bezocht wel voldoen aan de protocollen, met hier en daar een kleine aanpassing, een kleine instructie, zodat ze volledig veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en bezoekers kunnen ontvangen. Wat we wel hebben gemerkt is dat er op locaties waar er niet helemaal in compliance was, het noodzakelijk was dat er werd stopgezet en of adviezen werd gegeven hoe dat veiliger te doen, hoe de protocollen te implementeren. Astrasia Warner, milieudeskundige, zij sprak gisteren in het COVID-19-journaal van de overheid.